zijn vandaag bij DT Mobility. Wij zijn een automotive gespecialiseerd bedrijf in Volkswagen, Audi en de niche merken daarvan. Verder doen wij een groot stuk software consulting en ontwikkeling voor de automotive branche. Wij leveren verbeterde software voor auto's, waardoor ze fijner, soepeler, zuiniger en gewoon lekkerder gaan rijden. In de volksmond wordt het ook als chiptuning genoemd. Wij zien het meer als software optimalisatie, waardoor alles verfijnder en beter gaat. Wat betreft de fabrieksgarantie, die vervalt bij een chiptuning. Een software optimalisatie wordt door een fabrikant niet erkend. Feit is wel dat we daar weer een verzekeringsmaatschappij voor hebben die ervoor zorgt dat de garantie overgenomen wordt. En wij garanderen zelf 5 jaar garantie op onze software op juist werken en op fout, etc. Ons team bestaat inmiddels uit een zestal personen en we werken vooral met jonge, getalenteerde mensen die nieuwsgierig zijn in nieuwe technieken en eigenlijk alles ervan willen weten, waardoor ze zich daarin specialiseren. Tot op heden is alles bij ons mogelijk gebleken en mochten we een keer een vraag krijgen die onmogelijk lijkt te zijn, dan gaan we er toch voor zorgen dat het mogelijk wordt. Een aantal maanden geleden kregen we de vraag van een goede zakenrelatie van ons of we een Rolls-Royce konden tunen. En op dat moment was er niks mogelijk en we hebben daar net zoveel tijd en moeite in gestoken tot wij de enige en de eerste op de wereld waren die die mogelijkheid had om dat te kunnen doen. De prijzen van chiptuning lopen uiteen. Heeft te maken met vraag en aanbod. Om een simpel voorbeeld te geven, kom ik vaak uit op de Volkswagen Transporter. Die kun je laten tunen vanaf een 80 pk naar een 160 pk. Dat heeft een vermogenstijging van een 80 pk. Zou je eenzelfde bus met 160 pk bij de dealer kopen, ben je ongeveer een 7.000 tot 8.000 euro aan meerprijs kwijt. Dus het is een fractie van de meerprijs.